Yo mensen van de crafting community, ik ben Nieke en vandaag een nieuwe serie hier op de crafting community Rust Survival en dat doe ik hier samen met Marlin! Hey. Hallo! We zijn net gejoined, heeft even geduurd voordat wij elkaar hadden gevonden hier in deze serie. Maar... ja, met heel veel radiation wat er ook bij kwam. Ja, maar ja, het is eindelijk gelukt. We hebben alle beren en alles af kunnen schudden. Ja, zo. Had hij me eindelijk gevonden, neemt hij ook nog even een beer mee. Ja. Dus... leuk, leuk. Zit weer chillings in een huisje van iemand waar ik alle charcoal gestolen heb. Ja. Ja. Ik ga even wat oors. Wacht, misschien is het wel handig als we eerst een beetje hout gaan kappen, zodat we daarop kunnen stoken, zeg maar, wat jij hebt. Want hij had al steen gehakt. Ja. En 246 charcoal heb ik inmiddels. Oh, zo, wat? Nu wordt het heel donker. Help. Ja, je moet, als je op 3 drukt, kan je fakkel pakken. Oh ja, en dan gaat hij op. Ja, joh. Oh, je ziet ook echt niks dan, hè? Nee, als je hem uit doet, zie je echt helemaal niks. Maar kan je vak al even bij mij doen? Nou, ik doe het vuur even aan hier, dan kun je me terugvinden. Nou, dat is ook wel handig, hè? Ja. Eigenlijk moeten we die wood piles hebben, want nou krijg ik maar per slag krijg ik 1 wood, dus dat ziet lekker op. Maar ja. Ik kan denk ik wel nacht overleven, zo. Ja, maar in die... ja, soort kampvuur noem ik het maar. Kun je alleen... eten in koken. Ja, ja je moet hem in je oven leggen, die oors en zo, die kan je in je oven leggen. Ja, ik doe hem in die oven, maar daar staat er alleen loot. Wacht. Lijkt wel een soort opslagplek dit eigenlijk. Zie je dat? Wacht, ik kan niet ergens iets in. Kan je oven aandoen of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Open. Je hebt er nou niks in gedaan. Nee, maar hoe doe je dat? Jij moet zeg maar je oors en zo moet je in het tweede vakje leggen. In de tweede rij zeg maar. Oké. Okay. Tweede rij van boven. Wow! Heb je het erin gelegd? Nee, ik kan er niet in. Oh, ja, nou kan je erin. Kom op, laat me erin, stom spel. Kom op. Ik wil erin. Ja, je moet langer indouwen. Of, je moet zeg maar E inhouden en dan kan je op open drukken. Oh ja! Man. Want als je gewoon alleen op E drukt, dan gaat hij aan en uit. Tweede vakje, zei je? Net tweede vakje van boven. Zeg maar de tweede rij van boven. Ja, zeg maar gewoon de middelste rij. Laat het maar opbouwen. Oké, okay. Daar heb ik hem nu in zitten. Oh, dat is stow. Wacht even, dat is verkeerd. Je moet oors, zeg maar. Ja, dat zit er nu in. Oké, okay, ga er eens uit. Even kijken. Oh, je moet er nog aan doen. Ja, zo is hij goed. En dan aan... Zo, en nou zijn we net opstoken. Ja, ik zie nog niks gebeuren, maar... Het is wel lekker donker nog steeds, ja. Ja. Zo. Crafting. Zo. Stuk beter. Nou moet je eigenlijk nog gewoon de ijzer hierin leggen en dan... Ja? Of je moet trouwens... Nee, ik... Of je moet dadelijk even zo'n... even kijken wat kunnen we maken. Als je stones hebt kan je een... even kijken, waar staat die? Zo'n hatchet maken. Stone hatchet. Ja, dan kan je tenminste sneller kappen. Want ik zit nu altijd met mijn steentje te klooien. En dat schiet niet echt op, heel gezegd. Hier staat... De tools dat bij mij staat is een lockpick. Maar daar heb ik niet echt op aan. Ja, bij survival, eerste kolom. Er staat zo... stone hatchet kost... 5 stones en 10 wood. We moeten dus eigenlijk wel even wat wood gaan kappen dan. Ja, eigenlijk wel. Oh ja, ik zie het ja. Stone hatchet. Wood, 10 hout. Nou, ik zou zeggen jongen, pak je steen. Kappen. Even kijken, wat kost de echte hatchet eigenlijk? Oh, dat kan ook gewoon. Nou, dan moeten we, als we gewoon genoeg hout hebben, kunnen we meteen zo'n goede hatchet maken. Als je tenminste genoeg... Even kijken. Ik zou mijn geluid wel even wat zachter zetten. Oh, dit wordt leuk. Oh, ik hoor je al wat kappen. Ja, daarom. Ik zet nog eens iets. Oh. Zo. Even kijken. Oh, blijft het hard staan. Oh, wacht. Oh. Light changes. Even kijken, ik ga ook wel even nog wat kappen. Anders schiet niet op. Oh, vind je het niet snel genoeg hard? Met je steen, zeg. Met de steen. Zeg, hoeveel woed heb ik? Ja, 10 pas, serieus.
Ik heb 11. Het ergste is, als je gewoon zo'n wood power krijgt, dan krijg je dus 7 wood per slag. Ja. En wij zitten hier een beetje bomen te hakken. Oh, dat kost ook nog tijd, hè? Dat craften. Ja. 5 seconden. Oké, dit is best wel episch, want ik heb... Kijk, let op. Hi. Hey. Hiermee werd ik gekillt. Mooi hatchet. Dank je. Zo. Nou, hoef je het wel rustig aan, man. Zo. Oh, dat gaat echt super snel, dat ding. Okay. Hij wordt te verveeld. Eens even kijken. Het begint al wat lichter te worden. Mooi zo. Oh, dat gaat super snel, dat hout nu, joh. Eens even kijken of ik nog een beetje een hatchet kan maken. Oh, ik heb honger. Dan moeten we dadelijk leuk met onze hatchets een pig gaan killen ofzo. Oh ja. Maar ik zag een herten. Oké, okay, we moeten niet meer rennen, want dat gaat niet goed komen. Herten kan trouwens, die zijn veel te snel. Die moet je echt neerschieten. Ja. 20 wood. Maak even 7 wood lenen, of zit het hier nog in? Wat moet ik maken? Heb je toevallig 7 wood nog over? Ja, ik heb nog 13 wood. Hoe geef ik dat? Gewoon uit je inventory slepen. Ja. Oh, net... Holy shit, ik gooi gewoon een hele zak. Ja, heel zak. Nou kan ik ook zijn ding maken, zijn hatchet. Nice. Eens even kijken. Ik ga nog even wat hout hakken dan. Dan kunnen we tenminste iets sneller. Wat als ik in één keer een wolf tegenkom? Ja, dan ben je dood waarschijnlijk. Ja, dat denk ik ook. Maar het is trouwens wel, als je zo'n sleeping bag maakt, dan kan je hier terug spawnen. Oh ja. Anders moet je weer helemaal teruglopen. Ik ben bang, want ik zag iemand lopen daar. Dus ik ben weer terug. Even kijken. Zag iemand, maar dat kan ook een wolf of zo of wat? Kloot? Oh ja, dat is van een hert, toch? Kloot. Klof. Oké, we moeten rustig lopen. Oh ja, niet te snel rennen, nee. Oh shit, ik zie allemaal... Oh, daar is alweer een beer, leuk. Ja, en wolven, het is ongelooflijk. Oké, ik stel voor dat we... Is dat nou een beer? Ja, dat is een beer. maar het is niet zomaar een beer, hè. Het is gewoon echt een rode beer, dus daar moet je... Oh ja, die kan... Ah, kom op, 330 eten, dat is niet goed. Holy, jij wordt achterna gezet. Echt? Ja. Fuck, waar is hij? Ik help je. Oh nee, daar ga je nooit redden, man. Jawel, hij is rood. We pakken hem gewoon. Kom op, klootzak. Pak hem. Fuck. Ja, daar kon je verwachten, ik ben dood. Heb jij hem gekillt? Ja. Oh, ik heb hem gewoon. OMG. Oh, maar dan kun je niet bij... Bleeding? Ga weg. Dan moet je die bandage pakken. Oh ja. Zou ik even al jouw spullen pakken dan? Ja, zou op zich wel fijn zijn. Ja. Daar had je niks bij, want er zit niks in. Echt niet? Ik had wel iets bij me. Een steen. Ik heb ook iets bij me, zegt hij. Oké, hoe ga ik hem nou vinden? Ja, ik denk dat wij gewoon even... voor een aflevering wel verder gaan als wij bij elkaar zijn. Dat ik even naar jou toe loop, want anders dan schiet het natuurlijk niet echt op. Dat lijkt me een heel goed idee. Ik ga je zo niet vinden. Nee, dit duurt anders wel best lang. Dus dan, ja, dan bedanken jullie voor het kijken. Hoop je het leuk vinden. Doe even een blauw duimpje, laat een comment achter. En dan check jullie later. Ja, later.